Three victims were part of a CXS crew. Fuck her right in the pussy! It took crews longer than anticipated to find the crack in the 64-year-old pipeline. I'm standing here with Fred, who says he was greatly impacted by the gushing of oil. Can you tell us a little more of what you saw? I sure can. I was sitting on my front porch, grabbed a beer, and fuck her right in the pussy. So you have not purchased your costume yet. What are you going to be this year? A prostitute. Okay. This gentleman here has purchased his costume. What are you going to be this year, sir? I really don't know what this is, but I've got something a whole lot scarier. Let's see it. Sure thing. Fuck her right in the pussy. As soon as you go live, I'm going to say fuck her right in the pussy. Better not, you fucking asshole. Whatever, you're going to see. Fuck her right in the pussy! Officials say that the U.S. could have similar problems with its power grid if solar winds strike major... Fuck her right in the pussy! We apologize for that. We're having some technical difficulties. It's a sausage competition that I judge. Oh, in like sausage eating? Yeah. Oh, nice. Yeah. King of the Kubasa and local sausage makers, they all make their best and they enter it. I bet it's delicious. It is. It's February 9th, 7 p.m. at Prairie Land Park. Tickets are only $25. It's for charity, and you can get tickets online at Pick. Oh, no. Well, you're thinking about sausage, so. Pick a dick. Oh, my goodness. That was ridiculous, wasn't it? We were not drinking wine today. No, we weren't. Now, that was like a really good event. It is. King of the Kubasa. So go to pickadick.com. In shows, the host tries to be very kind to the callers, but if it's a religious phone-in show, you have to be extra nice. Now, watch what happens when the host of this phone-in show tried desperately to be, charitable, kind. Heaven help him. Let's go to Danny in Florida. Let's go. Hi, Danny. Hi. I'm going to sing a song, and me and my mom, we're really trying to get out there in the record scene, but we're just going to sing for you. I'm going to sing for you right now. Okay. I cry in the midnight hour, yeah. You heard my cry. You boil up all of my tears. That's why I'm still loving you, oh Lord, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. That was good. That was excellent. I was excellent. You know, I certainly did enjoy that. And he's crying. He's caught up in the spirit. He's getting the Holy Ghost over here. We want to. He has the spirit. He still loves you. We want to get his address. Get his address. And we want to give you a t-shirt here. Oh! Send him a t-shirt. Right here. Right. More consciousness. Enjoy that, Danny. Oh. Florida. Oh, I know it'd be the same. Oh, it broke me up. Oh, thank you. We'll be right back. Tim, good luck. Here comes your first question. What is the cartoon character Andy Kapp known as in Germany? A. Dick Tingler. There's $100,000 at stake here. Pull yourself together. Okay, was it C? What are you?
get ready. You've put Dick Tingler. What made you put Dick Tingler? Oh. I know this answer. The correct answer is... Come on. Oh! That's Willy Wacker. Oh, I've got to have a bath in a minute. Calm myself down. Oh, correct answer is Willy Wacker. You've got to stay where you are. The chaser has put... Oh! What 1993 film is concerned with activities around... Be careful. Oh, good luck, good luck, good luck. Here's your question, good luck. What 1993 film is concerned with activities around Gobbler's Knob? A, Grumpy Old Men. B, Jurassic Park. Or C, Groundhog Day. They do this deliberately to hurt you. Zullen we het hebben over medische blunders? Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn humeur is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Marijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording, dat ik dacht, dat kan niet, dat... Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want Dat zwijg ik liever. Excuseer. Ontwensen. Thuis mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek. Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf. Ja! Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stem van
kan ook niet wat gebeuren, die zegt dat. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Ergert u een half uur. Dit kan, dit kan voor mij absoluut niet. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten die avond convalair er zo gezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen.